Michiel bespreekt samen met trendwatcher Saskia Heuting de nieuwste woontrends. Saskia heeft hiervoor een toepasselijke locatie gekozen. Saskia, jij bent trendexpert, maar hoe ontstaan trends nou? Nou, als je heel globaal kijkt, we hebben natuurlijk nu een periode van behoorlijk zwaar weer achter ons. En langzaam komen we nu uit die crisis en durven we weer optimistisch naar de toekomst te kijken. Dat beïnvloedt heel erg de trends op dit moment. Spannend, laten we dat gaan bekijken. Dit hotel in Amsterdam is ingericht volgens de nieuwste stijlen en trends van de toekomst. Nou, dit is eigenlijk de eerste stroming die ik graag wil laten zien. En die is eigenlijk heel sterk gelinkt aan het urban vintage. En dat zie je hier ook heel sterk in de meubels om ons heen. En is dat het hotel ook? Vind je dat ook echt urban vintage? Ja, absoluut. Het is een oude tramremise. Die is op een gegeven moment in de loop der tijd zijn functie verloren. En door er zo'n prachtig hotel van te maken, geef je als het ware de stad weer zijn hart terug. Maar als mensen met een thema als dit nou zelf aan de slag willen, wat zijn echt de belangrijkste elementen om dat te creëren? Kijk ook eens naar dat kastje van je grootmoeder bijvoorbeeld, wat je nog in huis hebt. Misschien is dat juist net dat vintage element wat je mist. Heeft het voor jou die waarde? Nou, prachtige zachte kleuren. Waar komt deze trend vandaan? Ja, dat is eigenlijk een beetje een reactie op al het mannelijke wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Maar zeg je dan ook meteen, nee, dit is niet voor mannen geschikt? Of is het ook niet saai uiteindelijk? De kracht hiervan zit juist in die hele kleine details. Het is ontzettend verfijnd, het zit hem in dat hele kleine. He, als je bijvoorbeeld hier kijkt naar deze, het is een lamp die je bijna niet meer als een lamp herkent. Het gaat bijna zeg maar naar de kunst. Maar dit is juist heel erg down to earth en heel erg eerlijk, heel simpel eigenlijk. En tegenover de rust- en pasteltinten van de vrouwelijke stijl staat deze trend. Totaal iets anders. In de vorige stroming zag je juist heel erg die rust en die ruimte. En hierin is het juist heel bont, eclectisch, samengesteld geheel. Veel print. Hè? Dingen zoals hier, wat je misschien in eerste instantie niet bij elkaar bedenkt. Ja. En dan toch blijkt te werken. Dit is echt durven, hè? Uitproberen, ja. Zet het maar eens bij elkaar. Ja. En wat voor chemie levert het op? Ja, ja, zien wat er gebeurt. Het belangrijkste is dat je je niet laat vastzetten door trends. Gebruik ze inderdaad als stromingen en als inspiratie. Ja,